Wilder spreekt. We denken die gozer die in de woestijn loopt. He? Water, water. Komt er ineens een gozer voorbij met een rekje stropdassen, midden in die woestijn, of die een stropdas wil kopen. Water, water. Ja, weet je het zeker? Dat zijn zijn stropdassen, handbeschilderd. Een kopie, kom je nooit meer tegen. Water, water. Ja, dan moet je verderop wezen, hebben we broer een café. Fijn, die gozer breekt op zijn laatste krachten dat café, komt hij binnen. Water, water. Ja, meneer, zonder stropdas komt hij hier niet binnen. Eerste mond. Lopen twee gasten in de woestijn. Dezelfde woestijn van de net. Wordt die ene ineens in zijn lul gebeten door een slang. Oh, denkt die andere. Dokter bellen. Ineens midden in de zaren, telefoon zal hij naar binnen. Dokter bellen. Ja, maar dokter Spuit, wat zijn de klachten? Nou, ik loop met mijn vriend in de woestijn. Die wordt ineens in zijn lul gebeten door een slang. Oh, zegt die dokter, wat voor slang? Hij zegt, hij is een beetje geel met groene. Oeh, dat is niet zo mooi. Hij zegt, hoezo, wat moet ik doen? Hij zegt, je moet het uitzuigen, of anders is hij over een kwartier dood. Een fijne gozer gaat die telefoon zal uit. Nee, vraagt de vriend. Hij zegt, je bent over een kwartier dood. Die drie kruisen die helemaal... Oh, wat indrukwekkend. Aan het linkerkruis voor de kijker rechts, Manezoli. Aan het rechterkruis voor de kijker links, Gerrit. Dus... Potteraar. In het midden, J van Nazareth. Beneden allemaal mensen, Romeinen. Petrus, Paulus, Johannes. Maria, nog een Maria, nog een Maria, nog een Maria, nog een Maria. Magdalena, al die knakkers uit de Bijbel lopen daar rond. Herodes, Pilatus, Pas. Zwart van de mensen is natuurlijk een verzetje voor die mensen, hè? Zo'n executie. Voor de rest gebeurt er ook geen moer in die Bijbel. Dus we lopen er allemaal rond, zwart van de mensen. Horen ze op een gegeven moment uit de richting van het middelste kruis met zwakke stem. Petrus, Petrus. Petrus denkt, oeh, de Heer roept en die wil naar het kruis lopen. Staan die Romeinen daar met die lansen. Klank! Kan die niet erheen komen? Hij draait weer af. Ik wil later de tweede maal, het is duidelijk te horen dat zeer en krachten het snel begeven. Petrus werpt ze weer op de Romeinen. 2, 4, 6, 8, 10 Romeinen moeten eraan te pas komen. Hè? Want Petrus is berensterk, dat is bekend. Maar ja, 10 Romeinen is toch een beetje te veel van het goede, dus hij moet weer afdrijpen. Even later ten derde malen. Het is duidelijk te horen dat het laatste is wat de Heer op deze aardkloot te melden heeft. Roggelkeur. Petrus wordt er een schier boven menselijke kracht bevangen. Werpt zich op die Romeinen en knokken zijn arm eraf, een poot eraf, maar hij komt er doorheen. Hij hiept op het ene been wat hij nog over heeft naar het kruis, valt op zijn ene knieën. Ja, heer! Ik kan van hieraf je huis zien. Gaat er altijd wel in zo'n mof, hè? Ach ja, daarom nou even een jodenmop. Dit is de jodenbril, dit. Er moet een nieuw stadhuis gebouwd worden in Amsterdam. We hebben zo'n periode dat die bunkerbouwers wel vetten kunnen doen bij de wethouder van openbare werken, nietwaar? De eerste dag komt er een Belg. Hij zegt, doe het voor 3 miljoen. Hoe had u dat gedacht, vraagt de wethouder. Hij zegt, nou 1 miljoen voor mij, 1 miljoen voor het materiaal en 1 miljoen voor de mensen. Maar u hoort nog wel van ons, de tweede dag een Nederlander. Hij zegt, doe het voor 6 miljoen. Hoe had u dat gedacht? Hij zegt, nou 2 miljoen voor mij, 2 miljoen voor het materiaal en 2 miljoen voor de mensen. U hoort nog wel van ons, de derde dag een Jood. Hij zegt, doe het voor 9 miljoen. Hoe had u dat gedacht? Vraagt de wethouder. Zegt 3 miljoen voor jou, 3 miljoen voor mij en voor die andere 3 miljoen. Laten we die Belg het werk doen. juist. Ja, daar moet Jozef mee oppassen hoor. Met die, en nu even nog een... ja, leuk. Een vrouwonvriendelijke mop. Dan zet ik even de damesbril bij op. Terzij, ja goed, ik bedoel, ik zeg er wel vrouwonvriendelijk. Terzij natuurlijk de aanwezige dames zeggen... Deelde, er komt niks van, dan vertel ik hem niet. Het zou zonde zijn, maar dat vertel ik u niet. He, dus wie van de dames is er eventueel tegen? Niemand? Nou, meestal is het nog wel één. U? Oh, dat is dan duidelijk de minderheid, dan vertel ik hem toch. Moet er wel een beetje meewerken natuurlijk. Dus wie is er weer? Niemand? Of toch wel één ergens? Ja? Dat is dan duidelijk de minderheid. Er rijdt een vader met een dochter in een Buick over de highway. 50 jaar, Amerika, radio aan. Mario Lanza. En op een gegeven moment worden ze klemgereden in de berm en beroofd, zeg. Staan ze even later. Auto weg, poen weg, alles weg. Zegt die vader tegen die dochter. Ja, maar die grote platinarien met die grote diamant, die hebben ze toch niet? Nee, die heb ik in mijn kut gestopt. Oh, jammer dat je moeder er niet bij was, hadden we die Buick ook nog kwijtgekund. Yes.